Welkom bij Gemeente Nieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Zomeren. Dit keer besteden we aandacht aan introductiebijeenkomst Nieuwe Winkelstraat die op woensdag 31 mei in de Ruchten in Zomeren gehouden wordt. Wethouder Gonnie van Bussel en de beleidsmedewerkers Geert Hoebe en Ivan Vafier geven tekst en uitleg. Woensdag 31 mei vindt in de Ruchten een introductiebijeenkomst plaats over de Nieuwe Winkelstraat. Dan praten we hier over deze winkelstraat, Possenstraat, wethouder van Bussel. Dit is wel de belangrijkste winkelstraat die we hier in Zomeren hebben. Maar we hebben nog meer aanloopstraten waar winkels zitten. Het gaat niet goed met het winkelgebied. Nee, we zien ook in de afgelopen jaar steeds meer winkels sluiten in ons winkelgebied. En we hebben ervaren afgelopen 2 jaar dat er wel een winkel was die uit wilde breiden. Action. De Action. Dat kon op een andere plek. Dat was ook in het bestemmingsplan toegestaan. Echter, de meerderheid van onze gemeenteraad zei, maar dat is niet de bedoeling. Er komt nou dus ook een nieuw bestemmingsplan wat betreft de Kerkstraat 30. Maar dat was wel een hele goede aanjager om te kijken, wat moeten we dan hier wel? Want één winkel wil heel graag blijven en andere winkels gaan gewoon weg. Dus alles hangt van de Action af? Nee, maar Action was wel een belangrijke, is nog steeds een hele belangrijke publiekstrekker. Maar mensen moesten, wat wij eigenlijk van mensen willen, is dat ze langer in ons gebied, in onze winkelstraat blijven. En hoe kunnen wij zorgen met alle detailisten en horeca en andere evenementen dat mensen echt hier willen blijven? Aankleden dus je straat, of niet? Nou, de straat die is enkele jaren geleden helemaal op de kop gegaan. Inrichting, helemaal ingericht. Heeft de gemeente besloten om daar toch redelijk veel geld in te stoppen. Alleen met een nieuwe straat krijg je niet alleen nieuwe bezoekers in je winkel. Daar zit nog veel meer achter. En daar heb ik ook heel veel van geleerd de afgelopen maanden. Want het is niet alleen in Zomeren. Het is in heel veel dorpen en ook steden. Alleen, wij zijn hier verantwoordelijk voor Zomeren. En ik denk met wat wij van plan zijn, dat we daar echt iets moois van kunnen maken. Ja. Niet alleen voor het winkelpubliek, dus, maar ook voor de toerist moet het allemaal aantrekkelijk worden. Ja, want ook toerisme is een belangrijke pijler hier in Zomeren. Nou is het wel zo, toen we hier met een bus raadsleden uit Sundert kwamen, dat ze zeiden, oh wat gezellig. En ze waren hier op het Wilhelmineplein, dus ze kregen een ijsje bij onze ijssalon. Dus andere mensen die buiten Zomeren komen, die zeggen van, nou, die zien wel de leuke dingen. Alleen wij in Zomeren zien af en toe alleen maar de negatieve dingen. En hoe kunnen wij nou zorgen dat alles weer een positieve impuls krijgt? Ivan Favier, we praten verder over de nieuwe winkelstraat in actie traject. Vooral het woord in actie intrigeert mij. Ja, ons ook. Wij hebben er zin in als gemeente. En we hopen dat de introductiebijeenkomst gewoon voldoende mensen oplevert die samen met ons als gemeente in actie willen komen om niet tot een heel dik lijvig boek weer te komen van goh, hoe gaan we het allemaal oplossen? Die hebben we al genoeg of niet? Die hebben we helaas al wel genoeg. Maar we willen gewoon tot praktische actie komen van goh, hoe zorg je ervoor dat mensen langer hier blijven, meer hier gaan kopen, meer hier drinken, meer hier eten. En daar heb je ons als gemeente voor nodig, maar wij zijn maar dan een kleine partner. Liever en de vastgoedeigenaren en de DTS'en en de horecaondernemers plus de dienstverlening die hier ook nog veel zit, in actie komen. Mouwen opstropen en toekomstplannen maken en uitvoeren. Dus jullie verwachten ook nieuwe zaken, nieuwe dingen? Nieuwe ideeën? Hopelijk wel. Hopelijk leidt zo'n traject ervoor de mensen om weer vertrouwen krijgen van goh, in zomer is iets te doen, blijft iets te doen en in de toekomst wordt het gewoon beter. Ja. En daar willen we in investeren. Maar dan lijkt me toch heel verstandig om er gewoon op een plek te gaan kijken waar het wel goed gaat. Een ander dorp, andere steden. Dat is juist het leuke aan dat in actietraject. Dat wordt in veel steden en dorpen wordt dat al uitgevoerd. Dus de lessen en de winstpunten die daaruit naar voren komen, die worden ook hier gebruikt. Van goh, wat valt goed in dorpen met omvang van Zomeren? Of wat moet je vooral niet doen? Ja, dat is daarin goed bekend. En die lessen die pakken we meteen mee en daar profiteren we al van. Problemen zijn bijna overal gehouden. Mensen gaan online kopen en gaan we niet naar de winkel, is een van die zaken. Klopt, maar gelukkig zijn er ook situaties waarbij het gewoon weer goed komt.
En ja, wat kan je daarvan leren en wat moet je doen om dat te bereiken? En we moeten ook niet de verwachting hebben dat over 4 weken alle winkels weer vol zitten. Laat dat voorop staan. Maar wel dat de blik weer vooruit is. En dat mensen weer zeggen van, goh, we durven stappen te zetten. En we gaan elkaar niet beconcurreren, maar we gaan elkaar juist proberen te helpen. En samenwerking leert wel vanuit die positieve dingen, is gewoon nodig om het individueel goed te krijgen. Gert Hoebe, beleidsmedewerker, daar slaat ze een enquête gehouden over deze Poststraat, over het winkelgebied. Die heb je ook ingevuld? Ja, die heb ik ook ingevuld. Natuurlijk als medewerker van de gemeente vond ik het belangrijk om de enquête die door Grachtwijnen namens de ondernemersvereniging is uitgezet, om die zelf ook in te vullen. Klopt. Is goed, een goede respons gekomen? Ik heb begrepen dat er een goede respons is geweest. Dat er ook heel veel goede antwoorden zijn gegeven waar we veel informatie uit kunnen halen en waar we ook veel mee kunnen doen. Klopt. Er komen ook mensen met hele grote plannen. Ik heb ook iemand gehoord die wilde hier overdekt alles en zo, maar zover gaan we niet. De zaak te redden. Ik denk dat we zover niet zullen gaan. Om de zaak te redden zullen we denk ik met name in moeten zetten op een hele goede samenwerking tussen alle partijen die in het centrum belangrijk zijn. Dus een gemeente, maar ook ondernemers en horeca, vastgoedeigenaren en uiteraard ook de burgers en bezoekers die hier komen winkelen. Ik zou ook de Rabobank erbij staan. Welke rol speelt die? Nou, de Rabobank heeft ook aangeboden om in het traject de Nieuwe Winkelstraat een rol te vervullen. Dat hebben zij ook in meerdere gemeentes gedaan. Daarnaast hebben zij ook toegang tot heel veel data, statistische gegevens die we kunnen gebruiken om inzichtelijk te maken hoe er hier gewinkeld wordt. Bijvoorbeeld uit die gegevens is ook naar voren gekomen dat de koopkrachtbinding voor de dagelijkse boodschappen in zomer maar 60% is. En dat betekent dus eigenlijk dat zomerenaar die een euro uitgeeft aan dagelijkse boodschappen, dat 60 cent daarvan in zomeren terechtkomt. En dat is in vergelijking met andere gemeentes is dat bijzonder weinig. Dus de zomerenaar gaat buiten dorps winkelen? Boodschappen doen? Ja, kennelijk wel. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom wij met z'n allen in actie moeten komen. Om in ieder geval voor te zorgen dat de zomeren daar in zomeren blijft. En dat er ook mensen van buiten zomer ook misschien naar zomer kunnen komen. Als iedereen dat doet, eigenlijk dorp, dan je houdt gewoon mensen binnen de grenzen en dan is alles gered. Dan is alles gered, dat wil ik misschien niet zeggen. Maar dan is het in ieder geval wel een begin gemaakt. En het begin dat willen wij nu gaan maken, ook samen met de ondernemersvereniging, met de Rabobank in het traject de Nieuwe Winkelstraat. Dus je kunt gewoon zeggen, als mensen allemaal klagen van er is niks, gebeurt niks in zomer, dat is jullie eigen schuld. Dan moeten we denk ik ook heel goed naar onszelf kijken. Ik denk ook alle partners in het centrum, waaronder wij als gemeente natuurlijk ook. En dat is ook de reden dat wij samen hebben gezegd van wij gaan dit traject in om te kijken waar zit de energie en hoe kunnen wij mensen weer aan het werk krijgen. Die hebben bijna iedereen gehoord en toch hou je nog een introductieavond voor iets nieuws. Ja, we blijven proberen om die energie in het centrum te krijgen. Ondanks dat de ondernemersvereniging de laatste jaren ook al veel heeft gedaan, zeggen we als gemeente toch ook van wij willen dit traject ingaan. Ook omdat het traject in meerdere gemeentes al succesvol is geweest. Daarom hebben we gezegd als partijen slaan we nogmaals de handen ineen. En nodigen wij iedereen uit die iets met het centrum heeft en iets daarvoor wil betekenen om vooral te komen op die avond. Moet je ergens betrokken bij zijn bij een winkel of mag je gewoon als burger binnenlopen? Je mag ook als burger binnenlopen. Wij zoeken natuurlijk vooral de mensen die in het centrum actief zijn, maar ook die goede ideeën hebben en die energie in het centrum willen steken. Die mensen die hopen wij natuurlijk dat er heel veel op afkomen die avond. En wij verzoeken ook heel graag mensen om zich daarvoor aan te melden. Om door een mailtje te sturen naar gemeente@zomeren.nl. En dan hopen wij op een hele bijzonder drukke opkomst op 31 mei.